Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt? op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 3, waarin de prachtige wereld van de natuurkunde steeds vreemder wordt, zoals Ellis zou zeggen. Toen we het vorige hoofdstuk afsloten, zagen we dat de kleine deeltjes waar materie en energie uit bestaan zich vreemd gedragen. Maar we wisten nog wel wat ze waren. Toen de 20e eeuw aanbrak. Werd deze eenvoud echter ingewisseld voor een bonte verzameling van nog onbekende deeltjes? De harde waarheid begon te dagen. Natuurkundigen wisten niet meer waar de dingen eigenlijk van gemaakt waren. In dit chaotische landschap rijdt nu een ridder op een wit paard, de snaartheorie, die beweert alles te kunnen verklaren wat we eerst niet begrepen. Maar net als bij de kwantumtheorie. Betalen we ook voor de snaartheorie een hoge prijs wat betreft begrijpelijkheid. Zij vereist namelijk dat de ruimte tien of meer dimensies heeft. Toch zou dit de allesverklarende theorie kunnen zijn waar iedereen naar zoekt, of toch niet? Sommigen denken dat de ridder op het witte paard niet meer dan een leeg harnas is, een bedrieger die in werkelijkheid niets te verklaren kan. Nieuwe woorden De nieuwe woorden in dit hoofdstuk worden in de tekst verklaard. Toch komen we hier voor het eerst de term... wiskundige stenografie tegen... voor zeer grote of kleine getallen. 10 tot de macht 5 is een 1 met 5 nullen. 100.000 Dat spaart veel ruimte... Als we getallen als 10 tot de macht 26 gebruiken. Voor zeer kleine getallen gebruiken we een minteken voor het superscript. 10 tot de macht min 2 is 1 gedeeld door 100, 0,01. En 10 tot de macht min 26 is een decimale komma gevolgd door 25 nullen en daarna pas een 1. Hoofdstuk 3 we knopen alles met snaren aan elkaar. Sherlock Holmes. Wanneer je het onmogelijke hebt uitgesloten, is wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid. Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes in Het Teken van de Vier, 1889. Omdat het zaterdagochtend is en ik niet naar kantoor hoef of de kleinkinderen naar school moet brengen, kunnen we langer aan de ontbijttafel blijven zitten om wat lichtverteerbare kost door te nemen. U zegt dus dat de wetenschap eigenlijk niets verklaart, maar dat hij de dingen alleen beschrijft, hoewel het op een manier gebeurt die ons verstand prikkelt en nuttig is. En dat is omdat wetenschappelijke verklaringen de dingen alleen kunnen verklaren in termen van Tja, andere dingen die we niet kunnen verklaren en die we ons zelfs niet kunnen voorstellen. Dan komen we dus van de regen in de drup, niet waar. U houdt me toch niet voor de gek door met opzet moeilijke voorbeelden te gebruiken, zoals de kwantumtheorie. Waarom geeft u mij geen wetenschappelijke verklaring voor iets heel eenvoudigs, zoals bijvoorbeeld waarom water altijd naar beneden stroomt? Oké. Okay. Dan doe ik dat. Water stroomt altijd naar beneden, omdat de zwaartekracht het naar het centrum van de aarde trekt. Dat lijkt er meer op. Maar u moet mij wel vertellen wat u met de zwaartekracht bedoelt. Dat doe ik graag. Alles wat massa heeft, zoals water, wordt aangetrokken tot alle andere dingen die massa hebben, zoals de aarde, door een zwaartekracht die evenredig is. Aan hun beider massa en omgekeerd evenredig tot het kwadraat van de afstand tussen die twee. Er trekt een lichte schaduw over het gezicht van de vragensteller. Ik weet natuurlijk wat afstand is, maar wat is massa? Nou, massa is de hoeveelheid materie in een voorwerp. Zo gemakkelijk krijg je me niet te pakken. Materie is gemaakt van deeltjes toch? Dus komen we weer uit bij dat kwantumspul? U moet het toch echt beter uitleggen? Oké, okay, dan gaan we terug naar Isaac Newton, die van de vallende appel. Massa is de eigenschap van een lichaam dat er inertie aangeeft. Wat is inertie? Inertie of traagheid is wat een voorwerp in een rechte lijn laat bewegen. Met hun constante snelheid, tenzij je er kracht op uitoefent. Waarom doet hij dat eigenlijk? Tja, dat is best een lastige vraag. Maar sommige natuurkundigen denken dat het ermee te maken heeft dat de zogenaamd lege ruimte eigenlijk helemaal niet leeg is, maar gevuld is met een soort oceaan van Higgs-bosonen. Sorry, maar dat brengt ons weer terug bij de kwantummechanica higgs bruine bonen bedoel je. Vergeet die massa maar even. Waardoor trekt het ene voorwerp het andere aan? Wat is zwaartekracht nu precies? Wel, de huidige wetenschappelijke verklaring is dat elk voorwerp dat massa bezit de ruimte om zich heen verstoort, waardoor andere voorwerpen er naartoe willen gaan. Dat geldt zowel voor een koffiekop als voor een koffielepel. Maar de ruimtekromming die zij veroorzaken is verwaarloosbaar klein. Bij de Aarde is dat echter anders. Haar massa is groot genoeg om de ruimte sterk te krommen, zodat de lepel zich naar het middelpunt van de Aarde zal bewegen als u hem laat vallen. Oh, en de zwaartekracht wordt overgebracht door nu nog hypothetische deeltjes die gravitonen genoemd worden maar die vreemd genoeg geen massa hebben. We begrijpen wel waarom de vragensteller nu gefrustreerd is. Nu zijn we weer terug bij de massa, of niet om het even, bij de kwantummechanica, bij de bruine bonen, of wat dan ook, en gekromde ruimte. Ik stelde een eenvoudige vraag, maar het enige wat u doet is mij van het kastje naar de muur sturen. En u noemt u zelf een wetenschapper? U kunt niet eens uitleggen waarom water naar beneden stroomt. Tja, ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Ga je mee boodschappen doen? Ik heb wat touw nodig. Touw? Waarvoor? Dat zie je vanzelf. Het is niet altijd wat het lijkt. Net als Sooty had ik als tiener iets met toveren, of eigenlijk was het goochelen. En dat is wat anders. Het verschil is dat, waar sommige mensen in toverij geloven, de bezoeker van een goochelshow weet dat hij gefopt wordt. Ik trad op bij concerten en bij feesten en partijen. En ik heb heel goede herinneringen aan de straatfeesten die gehouden werden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. Eén gogeltruc die ik deed betrof de onmogelijke prestatie. Van het weerherstellen van een touw dat door midden was geknipt. Ik liet dan een stuk touw van ongeveer een meter lang zien, maakte er met mijn rechterhand een lus van om mijn linkerhand en knipte de lus door met een schaar. Daarna draaide ik mijn linkerhandpalm naar het publiek en toonde hen wat leek op twee afzonderlijke, ongeveer even lange stukken touw die naast elkaar hingen, met daartussen duidelijk zichtbaar vier uiteinden. Maar wat het publiek niet kon zien, was dat de beide bovenste uiteinden bij een klein stuk touw hoorden. dat middels een lus verbonden was met een ander, veel langer stuk touw. En het punt waar de twee lussen elkaar kruisten, zat verborgen achter mijn duim. Vervolgens was het een koud kunstje om het korte stuk in mijn hand te verbergen en weg te werken, terwijl ik wat overbleef presenteerde als het. Oorspronkelijke hele touw, het zogenaamd oorspronkelijke hele touw, waarna men meestal luid applaudisseerde. De moraal van dit verhaal is natuurlijk dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Dingen die ons onmogelijk schijnen, kunnen toch gebeuren. En ze gebeuren ook. Ze lijken slechts onmogelijk, omdat we het nodige inzicht missen om te begrijpen. Hoe ze mogelijk zijn. In het vorige hoofdstuk heb ik het gehad over enkele zogenaamd onmogelijke zaken, zoals gekromde ruimte en elektronen die op alle plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Zaken die niet te min door wetenschappers worden aanvaard als raar, maar waar. Dingen die nodig zijn om iets te kunnen begrijpen van hun experimenten en waarnemingen. Maar om het te kunnen begrijpen, moeten zij er andere dingen bij halen die ze ook niet begrijpen. Concepten die tegen alle intuïtie en hypothetische ideeën ingaan. In dit hoofdstuk zullen we hier nog een voorbeeld van zien: de snaartheorie. De laatste versie van deze theorie wordt eigenlijk de hypersnaartheorie genoemd. Maar ik houd het simpelweg op snaartheorie. Net zoals bij mijn googeltruc met het touw. Zit de magie in de korte stukjes. De snaartjes van de snaartheorie zijn eigenlijk zo kort dat als je ze aan elkaar zou willen binden rond de kern van een atoom, je miljoenen snaartjes nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Voor de techneuten onder ons, we hebben het over snaartjes van een planklengte van rond de 10 tot de min 33 centimeter, wat 10 tot de macht 26 maal kleiner is dan een atoom. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw ongeloof even aan de kant te schuiven? Het is echt geen goocheldruk. Het is een wetenschappelijke hypothese die mij helpt om in hoofdstuk 4 een belangrijk thema van dit boek te introduceren, dat men soms de God-hypothese noemt: kosmische stralen. Laten we even een stukje teruggaan. Hoewel de kwantumtheorie een revolutie heeft ontketend in de natuurkunde, om nog maar niet te spreken van de filosofie, bleef de structuur van materie nog redelijk eenvoudig. Alles was samengesteld uit atomen en elk atoom was opgebouwd uit een centrale kern, een bundeling van positieve protonen en ongeladen neutronen en een elektronenschil met negatief geladen elektronen. En dat was het dan. De basissamenstelling van materie. En natuurkundigen, simpele zielen als ze zijn, houden van dat soort eenvoud. Er verschenen echter donkere wolken aan deze kalme horizon. Om te beginnen werd ontdekt dat de hele aarde baat in een straling met een hoog energiegehalte. Eerst schreef men daartoe aan natuurlijke radioactiviteit in de grond en in de rotsen, maar er was gewoon te veel straling om de grond en de rotsen als enige oorzaak aan te kunnen wijzen. Daarom stapte een onverschrokken wetenschapper, genaamd Victor Hess, in 1912 in een luchtballon en steeg op tot een hoogte van 5,3 kilometer, zonder zuurstof, wat nogal riskant was, om op verschillende hoogtes de variatie in de hoeveelheid van deze mysterieuze straling te meten. Tot zijn verrassing nam de straling toen naarmate hij het hoger opzocht, waaruit bleek dat veel van de straling helemaal niet afkomstig was van de radioactiviteit op aarde, maar uit de ruimte. Deze straling werd vervolgens kosmische straling genoemd, hoewel het eigenlijk geen stralen zijn, maar een onophoudelijke stroom van afzonderlijke deeltjes. Toen ik in de jaren 50 van de vorige eeuw aan het University College studeerde, dat is een van de colleges binnen de Universiteit van Londen, was veel van het natuurkundig onderzoek daar gewijd aan het bestuderen van kosmische straling. Onderzoekers bestudeerden de microscopische sporen, tussen aanhalingstekens, van energetische kosmische straling, die achterbleven in een lichtgevoelige fotografische gel. En dan is er een voetnoot. Oude fotografische platen hadden een coating van glas waarop een dunne laag lichtgevoelige gel zat, de emulsie. Dat geldt ook voor een fotografische film, maar dan is de drager uiteraard van kunststof en niet van glas. Onze kosmische stralenonderzoekers gebruikten dezelfde gel die zij echter in schalen deden. Einde voetnoot. Uit die sporen konden zij de massa en elektrische lading bepalen van elk stralingsdeeltje. Met behulp van die gegevens konden zij weer bepalen welk deeltje welk spoor veroorzaakt had. Een proton bijvoorbeeld. Andere onderzoekers gebruikten zogenaamde wolkenkamers, waarin de normaal gesproken onzichtbare deeltjes werden opgewekt. Om sporen van hele kleine waterdruppels achter te laten, zoals vliegtuigen een strepen van bevroren waterdamp achterlaten in de lucht. Om een lang verhaal kort te maken: men ontdekte dat de kosmische deeltjes niet alleen dingen bevatten die we al kenden, zoals protonen, neutronen en elektronen, maar ook vreemde, nieuwe en kortstondige deeltjes die mesonen heten, omdat hun massa tussen die van protonen en elektronen inzit. Tja, het kon natuurlijk alleen maar erger worden. Er werden deeltjesversnellers, zogenaamde atom smashes, uitgevonden, waarin men een stroom van deeltjes, zoals elektronen en protonen, steeds sneller kon laten gaan en zodoende hun energie sterk kon verhogen. Alvorens ze tegen een doel te laten botsen of ze frontaal te laten botsen, met een stroom die uit de tegengestelde richting kwam. Wat overbleef na deze botsingen bestond weer uit andere deeltjes die net als kosmische straling gedetecteerd konden worden. Niet lang daarna werd duidelijk dat er een ware dierentuin aan esoterische, kortstondige deeltjes bestond. Allerlei soorten mesonen en antideeltjes als positronen, dat zijn elektronen met een positieve lading, en neutrino's, deeltjes die praktisch geen massa hebben, en die dwars door de aarde heen kunnen vliegen zonder iets te raken. Wie dat kan nadoen, is een echte scherpschutter. En toen, nog niet zo lang geleden, toonden ultrahoog energetische deeltjesversnellers aan dat zelfs protonen en neutronen helemaal geen elementaire deeltjes zijn, maar dat zij zelf uit, Quarks bestaan, die in allerlei vormen en groottes voorkomen. Er zijn op neer-quarks, neerkwarks, topkwarks, bodem quarks tover -kwarks, vreemde kwarks, hier een kwark, daar een kwark, overal een kwark kwark. Het lijkt meer op de boerderij van Old MacDonald dan op een dierentuin. Ongetwijfeld heel interessant voor natuurkundigen en dierenassen, maar nogal verwarrend voor de meeste andere mensen. Maar er was nog een ander probleem dat de eens zo overzichtelijke wereld van de natuur verstoorde. Iets wat in eerste instantie geen verband leek te hebben met de grote toename van elementaire deeltjes. Alles met elkaar verenigen. Iedereen houdt van muziek, maar de meesten van ons houden van een bepaald genre. En dan volstaat niet alle muziek. Er is klassieke muziek en jazz. Metal en rock, opera en folk, house en reggae enzovoort. Die passen niet bij elkaar. Het is allemaal muziek, voor hun aanhangers tenminste, maar toch hebben ze niets met elkaar gemeen. Ieder genre gaat zijn eigen weg, doet andere dingen, trekt andere mensen aan en schept zelfs zijn eigen cultuur. Ze zijn onverzoenlijk. De natuurkunde had een vergelijkbaar probleem. Naar het voorbeeld van de verschillende muziekstijlen waren er vier onverzoenlijke krachten in de natuur: de zwaartekracht, elektromagnetische kracht, de sterke kernkracht, die de atoomkernen bij elkaar houdt, en de zwakke kernkracht, die ze uit elkaar trekt en radioactief verval veroorzaakt. Eeuwenlang weerstonden deze vier fundamentele natuurkrachten. Alle pogingen om ze in één theorie samen te vatten. De natuurkundigen wisten zich hier geen raad mee, omdat dit alles zo onordelijk was. En natuurkundigen hebben een bijna heilig geloof in een ordelijk, rationeel universum. Het was dit geloof in de rationaliteit van de natuur dat Albert Einstein in zijn laatste jaren ertoe dreef om te proberen zijn algemene relativiteitstheorie te verenigen met de kwantummechanica. Maar helaas had hij geen succes. In die tijd was Einstein een eindselgänger die op zoek was naar een theorie die alles zou omvatten. Maar in de laatste decennia werden talloze andere natuurkundigen met hetzelfde virus besmet. Zij zijn geobsedeerd door de poging om de vier krachten van de natuur in één enkele theorie samen te vatten. En er komt beweging in. De eens zo hardnekkige weigering van de vier fundamentele krachten om samen te komen, lijkt nu toe te geven aan de onophoudelijke aanvallen van de wetenschap. Aanvallen waardoor ook al enkele overwinningen zijn behaald. Bijvoorbeeld, de elektromagnetische kracht en de zwakke kernkracht kunnen nu gezien worden als verschillende manifestaties van één enkele elektrozwakke kracht. En de snaartheorie, die vrij recent is en door veel onderzoekers nog niet wordt aanvaard, heeft veel natuurkundigen weer enthousiast gemaakt. Waarom? Omdat zij misschien wel de heilige graal kan zijn van de allesverklarende theorie. Een theorie die alle natuurkrachten verenigt. Een theorie die... Die een verklaring geeft voor het bestaan van al die vreemde deeltjes en die kort gezegd beschrijft hoe het universum nu precies werkt. Koploper. Velen beschouwen de dus snatheorie als de koploper in de zogenaamde Einstein race om onze wetenschappelijke visie op de natuur te kunnen verenigen in een enkele theorie. De theorie werd aan het einde van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 bedacht om te proberen het gedrag te verklaren van subatomaire deeltjes die de sterke kernkracht ondergaan. In 1970 opperde Yoichiro-Nambu, gevolgd door Lenny Soeskind en Holger Nielsen, dat deze sterke interacties beschreven konden worden door een kwantummechanisch model, waarin deeltjes niet slechts Nuldimensionale puntobjecten waren, maar eendimensionale snaren. In het midden van de jaren tachtig was er al zoveel vooruitgang geboekt dat, volgens de theorie, alle elementaire deeltjes die samen ons universum vormen protonen, neutronen, elektronen, quarks, mesonen, fotonen, neutrino's enzovoort en zelfs de hypothetische gravitonen, die de dragers van de zwaartekracht zouden zijn, beschouwd kunnen worden als hele kleine snaartjes. Dat wil zeggen dat men, bijvoorbeeld, een proton niet moet zien als een punt, maar als een snaartje dat kan trillen als een vioolsnaar, of als een gitaarsnaar, als u liever een gitaar hebt. Zelf houd ik van vioolmuziek. Vooral van de vioolconcerten van Mozart. Ik heb ooit geprobeerd viool te leren spelen, maar hoe ik ook mijn best deed, ik kon slechts enkele noten voortbrengen. Oké, okay, geen noten, maar kattenmuziek. Een goede vioolspeler kan een viool echter laten spreken tussen aanhalingstekens. Hij kan er een veelheid aan geluiden en toonhoogtes uithalen. Alles hangt natuurlijk af van de manier waarop de snaren. Er door de hand van de meester toe bewogen worden om verschillende tonen voor te brengen. Wel, net als een vioolsnaar op verschillende manieren kan trillen om verschillende tonen voor te brengen, zo kunnen die hele kleine snaartjes van de snaartheorie op verschillende manieren trillen en iets voortbrengen. Raad eens wat? Juist, verschillende elementaire deeltjes. Zo kan dus één snaartje dat op drie verschillende manieren trilt zelf drie verschillende elementaire deeltjes zijn, tussen aanhalingstekens. Hoewel niet alle drie tegelijk. Geen wonder dat de deeltjes zo dicht gezaaid zijn. Op grond van deze vooronderstelling beweert de theorie dat we alle elementaire deeltjes van de natuur en in hun interactie kunnen verklaren met niet meer dan, nou ja, een snaartje. Ik laat wijselijk de vreselijk ingewikkelde wiskunde die nodig is om tot deze conclusie te komen, buiten beschouwing. Omdat verschillende trillingen corresponderen met verschillende elementaire deeltjes, verklaart de theorie heel goed waarom er zoveel verschillende deeltjes bestaan en waarom een bepaald deeltje uiteen kan vallen in één of meer andersoortige deeltjes. Anders gezegd. Een snaartje kan zich manifesteren in veel verschillende vormen, waarbij elke vorm weer correspondeert met een ander elementair deeltje. Dat is uiteraard een nogal simplistische voorstelling van zaken. Het is alsof er in de dierentuin maar één diersoort is, terwijl men het beest zeer vakkundig in elke kooi weer anders opgetooid heeft om u te laten denken dat zij verschillende diersoorten hebben. Maar we hebben nog meer toeters en bellen. Sorry, ik moet al die metaforen nog eens op een rijtje zetten. Al in de jaren 70 realiseerde men zich dat de snaartheorie het bestaan en de eigenschappen van gravitonen voorspelde. Nog niet ontdekte en dus hypothetische deeltjes die zorgen voor de overdracht van gravitationele aantrekkingskracht tussen voorwerpen. Met die ontdekking kwam de dus zwaartekracht plotseling weer in beeld. Waar de zwaartekracht eerst volledig buiten het raamwerk van de kwantummechanica en de elementaire deeltjes stond. Kon zij nu net zo behandeld worden door de kwantummechanica als de andere drie fundamentele natuurkrachten. Dat is toch mooi? Heel mooi. Hebben we dan nu eindelijk de allesverklarende theorie gevonden? Verschrompelde dimensies en andere problemen. Wie weet. Misschien wel, maar pas op, de verklaring tussen aanhalingstekens... of vereenvoudiging die door de snaatheorie is bereikt... vraagt een hoge prijs wat betreft haar geloofwaardigheid. De snaatheorie biedt namelijk niets wat ook maar enigszins lijkt... op de lang verwachte logische conclusie die wijst op een echte verklaring. Ik heb al gezegd dat dit alleen kan werken als de snaartjes zo klein zijn... Dat ze bijna niet meer bestaan. Je zou 10 tot de macht 26 snaartjes aan elkaar moeten knopen. om er een atoom mee te kunnen omspannen. Dan heb je het niet over een 1 met 6 nullen. of een 1 met 9 nullen. maar dan praat je over een 1 met 26 nullen. Dan heb je misschien heel veel snaartjes aan elkaar geknoopt. maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan ook een lange snaar hebt. Het spreekt vanzelf dat we niet denken dat we die snaadjes ooit zullen zien. We kunnen hun bestaan alleen afleiden uit het succes van de theorie, of hun niet bestaan, als de theorie faalt. Maar dat is nog niet alles. Om hun ding te kunnen doen, moeten de snaadjes niet slechts in één dimensie bestaan, zoals ieder ander zichzelf respecterend draadje ook niet alleen in één dimensie bestaat. En ze moeten ook niet alleen in de drie dimensies van de ruimte bestaan. En zelfs niet alleen in de vier dimensies van de ruimtetijd. Ze moeten zich in tien, elf of zelfs zesentwintig dimensies kunnen wormen. Kies er maar een uit. Afhankelijk van de versie van de snaartheorie die uw voorkeur geniet. Dat is nog eens magie. Of is het gewoon een goocheltruc? Nee. Dit noemt men natuurkunde. En vandaag de dag wordt er veel serieus en kostbaar onderzoek aan gewijd. Maar als al deze reserve dimensies overal om ons heen zijn, hoe komt het dan dat we ze nooit hebben opgemerkt? Waarom gaan we er zonder meer vanuit dat er maar drie dimensies in de ruimte zijn. plus een dimensie tussen aanhalingstekens van tijd? De reden die hiervoor gegeven wordt. Is dat al deze extra dimensies als propjes papier in elkaar gedrukt zijn? Net als de verfrommelde pagina's in de prullenbak van een aankomend schrijver. Met dit verschil dat deze prullenbak kleiner dan een atoom zou zijn en dat de auteur waarschijnlijk de demon van Maxwell is. De genoemde auteur is een grapje voor ingewijden. Als u wilt weten wat de clue is, moet u het maar even opzoeken met Google of in Wikipedia. Maar de natuurkunde wil dat u echt gelooft in onvoorstelbaar kleine snaartjes die trillen in de vouwen van onvoorstelbaar kleine verfrommelde dimensies, die zodoende de hele dierentuin van elementaire deeltjes tevoorschijn toveren, die op hun beurt weer zorgen voor het ontstaan van energie, krachtvelden, atomen, moleculen, voorwerpen en, u raadt het al, onzezelf. Waarom zouden slimme, goed betaalde wetenschappers in vredesnaam hun leven wijden aan het bestuderen van denkbeeldige snaatjes die ze nooit zullen zien? Fictieve snaatjes die kosmische muziek spelen die ze nooit zullen horen, in onvoorstelbaar grote, meervoudige dimensies waarin ze nooit kunnen binnendringen? Wel, zoals u misschien al dacht, is er een reden voor dit alles. Hoe ongelooflijk de theorie ook lijkt, zij zou best eens de allesverklarende theorie kunnen zijn. waar Einstein al zo lang naar zocht. De theorie die de structuur en de bouwstoffen van het universum beschrijft. en dus de werkingen van de hele fysieke kosmos. en die zodoende het gedrag van subatomaire deeltjes. en enorme sterrenstelsels verenigt. Om dit soort spectaculaire visies werkelijkheid te zien worden. Zijn veel wetenschappers bereid om hun beoordelingsvermogen en hun geloof in onmogelijke dingen tijdelijk aan de kant te zetten, zowel voor als na het ontbijt? Hoewel de jury zich nog steeds aan het beraden is over de deugdelijkheid van de theorie, wordt er door veel wetenschappers aan gewerkt, wat meestal inhoudt dat hun onderzoeksassistenten het druk krijgen, terwijl zij zelf duimen voor een goede afloop. Boerenverstand. Zoals we gezien hebben, is de snaartheorie slechts één van de vele aspecten van de moderne natuurkunde die contra-intuitief zijn. Aspecten die onmogelijk of ongeloofwaardig lijken als we er met ons boerenverstand naar kijken. Waarom is dat zo? Omdat boerenverstand, dat natuurlijk niet veracht moet worden. Alleen vertrouwd op bewijs dat door onze zintuigen wordt geleverd: gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, tastzin en smaak. En als u een vrouw bent, misschien ook de vrouwelijke intuïtie. Maar deze zintuigen hebben hun beperkingen. Zij kunnen niet binnendringen in de oneindig kleine wereld van de kwantummechanica, of het vreemde, contra-intuitieve gedrag in die wereld observeren. Het is echt een gebied dat onze zintuigen overstijgt. Dergelijke ongeziene zaken moeten door wetenschappers op indirecte wijze verondersteld en geordend worden, door generalisaties die hun leven als hypothesen beginnen. Mentale constructies die ons helpen al die vreemde beesten in de onzichtbare wereld bij elkaar te houden. In feite is het zo dat elke keer als we iets willen onderzoeken, dat buiten het directe bereik van onze zintuigen ligt, we met een hypothese moeten beginnen en dan moeten kijken of deze ons tot conclusies kan leiden die overeenkomen met de werkelijkheid die we wel rechtstreeks kunnen waarnemen. Dit geldt zowel voor onzichtbare dingen in de wetenschap als in de godsdienst, met name als wetenschap en geloof elkaar raken, zoals bij de vraag: wie heeft God gemaakt? Het is duidelijk dat we hypothesen nodig hebben als we deze vraag willen beantwoorden. Dus laten we het onderwerp eens wat nader bekijken.